Ja, beste mensen, we moeten het weer even hebben. Natuurlijk over de BNB. Vol liefde. Ja, we gaan snel naar Griekenland even. Daar zien we. Ja, de Sirtaki. Maar de Sirtaki, die wil niks weten van onze goocheldoos. Nee. En die goocheldoos, die doet er beter aan om even snel een woep, een handklokje te doen. En zichzelf weg te toveren. En woep. Weg. Want nu is daar aangekomen een zeiler. Die noemen wij voor het gemak even Popeye. En deze Popeye die valt dus wel in het mandje. Bij die Sirtaki. En hij vindt, want dat is dus ongelooflijk. Ja, welk misverstand hebben we hier nou? Hij vindt haar dus heel mooi. Zeg maar, Popeye vindt Sirtaki heel aantrekkelijk, heel mooi. Hoe kan dat nou, vrienden? Ja, ik ga hier niet die vrouw helemaal... Nee, dat doe ik niet. Op uiterlijk ga ik niet doen, want daar houden jullie niet van, dat weet ik. Maar laat ik het zo omschrijven. Heel voorzichtig. Sirtaki, die doet mij denken bijvoorbeeld aan dat zij ooit een misverkiezing... heeft gewonnen, ja, in 1965 in hinderlopen. Zoiets. Laat ik het maar even zo omschrijven. Wij schakelen heel snel door naar Schotland, vrienden. Want eigenlijk is het zo dat wij met Doedelzak... dat het leukste onderwerp is in de BNB vol liefde. Dat weten we allemaal. Ja, die Doedelzak die is gewoon lollig. Die trekt zich van niks en niemand wat aan. Die doet gewoon ontzettend kakkie neus. En daar geniet hij van. En wij ook. Hoe kakkie neuzer die doet, hoe erger het wordt, hoe meer plezier wij hebben. En dan nodigt hij natuurlijk ook vrienden uit. Ja. Wij kunnen het bijna niet uitspreken. Het woord vrienden, ja. Die hebben geen vrienden. Nee. De afdeling Kakkieneus heeft dat niet, nee. Schakelen wij snel door naar Spanje, vrienden, naar Walter. En ja, daar heeft iedereen het nu dus over, hè. Over Walter. Ja, hij heeft zich een beetje onbeleefd gedragen. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja, dus we noemen hem even Lomp. Ja, Lomp, die weet nog niet goed hoe die precies nog met de dames moet omgaan. Maar ja, ik moet het toch een beetje opnemen voor Lomp. Ja, want ja, in zijn kasteeltje daar, dan krijgt hij die juf op bezoek. En die juf, ja, die begint dan gelijk met zo'n opmerking van... Nou, dat zou ik niet elke dag willen, zeg. Dat de gekookte eieren mij gebracht worden. Heeft helemaal niemand gevraagd, juf. Niemand vraagt daarom. En gaat dan gelijk een beetje zitten afgeven op zijn levensstijl. Die vrouw past helemaal niet in dat leven van Lomp. Totaal niet. Man is met andere dingen bezig, heeft heel veel personeel voor zich werken... is met andere dingen in zijn hoofd bezig. En het enige waar zij dan mee komt... met jufvraagjes van... ja, en wat voel je nu dan? Wat gaat er dan door je heen? En dan denkt die man... oh man. En dan zou ik ook... Jezus, Mina. Oh, en dan moet ik daar nog een halve dag... of een dag mee door met zo'n mevrouw. En ik voelde... ook met Lomp mee. En ik dacht ook bij mezelf... jongen, jij bent gefeliciteerd, zeg. Ja, want nu valt iedereen over hem heen. En ik heb zoiets van, ja, ik begrijp hem wel. Ja. En dat hij daar uiteindelijk heel geïrriteerd op gereageerd heeft. Ja, ja. Is het goed te praten? Weet ik veel. Is het Lomp? Ja, het is wel Lomp. Ja. Maar is het heel goed te begrijpen? Ja. Het is heel goed te begrijpen. Nou goed, vrienden. In ieder geval, we genieten met z'n allen. Toch? Ja, van de BNB vol liefde.